Hey, wat Biggie Doggo, we zijn hier in de building, Belgique. Eh, waar ja. Alleen maar pit, hossel op de straat. Je weet het, gangway. Kappersjon op, het is niet warm, het is niet koud, we blijven straat. Ik ben op die stack, ewa. Maar ik ben niet rek, ik chop die Hennessy, tot ik je mommy zie. Hey! Yes, sir! Let's go! Wat gebeurt er? Wat hebben ze te zeggen tegen de rode duivels? Lukaku moest scoren. Hij moest gewoon sliden. Binnen. Gerandeerd binnen. Maar nog, Torgan Hazard twee stappen te veel naar voren. Bro, ik word zot. Deze EK, ik word zot. Allee, bro. Fuck bro. Deze EK toch? Echt, twee weken geen spaghetti, geen pasta. Hij lijkt op Lukaku. I'm not racist, you know. Wat nog? Racisme nog. Mooi. Italië was verdedigend klasse. Pille klasse. Zeg je? Echt, België locked up. Fuck Italië, man. Maar ja. Told ya. Naar huis, maat. Maar is er een graaf, hoor. Kom erbij. Heb je iets te zeggen tegen de rode duivels? Doku heeft mooi gespeeld. Doku heeft zeer mooi gespeeld. Come on. Jawel. Hij heeft het goed geprobeerd. Nog steeds spijtig. Deze had echt voor ons moeten zijn. Maar Italië, ik geef het jullie wel, want jullie zijn echt wel heel sterk aan het spelen. Dat was ook echt de zwaarste tegenstander. Moesten we winnen van Italië, denk ik wel dat we het EK hadden gewonnen. Mag ik even mijn shot shooten naar Lukaku? Oh. If you see this. Oh. And you want to get your ass ate. Ze gaan ver. She's crazy on you, man. She's crazy. Eat a booty like groceries. We don't. Je mag gewoon in een minuut samenvatten wat je van dit EK vond. Ik vond dit EK wel gezellig. Ja, ik denk dat dat wel een verzoenend EK is voor alle landen die er zijn. En bijkomend wil ik jullie gewoon steunen. Ik denk dat we een goede kans maakten, maar het is niet mogen zijn. En mijn vader had altijd gezegd dat ik eigenlijk ook in het team kon spelen, maar dat is niet gebeurd. En ja, ik denk als ik er stond, hadden we gewonnen, maar het was niet. Had jij gescoord? Ik had gescoord. Hij is 30 jaar. Die smoken van de Belgian Pack today. Hij is 30 jaar. Meneer, wat hebt u te zeggen over dit EK? Ik kom uit Holland. Je hebt zeker niks te zeggen dan. Nee, klopt man. Wat vonden jullie van dit EK? Ja, spijtig. Waarom heb je een Belgische t-shirt aan? Speciaal voor jullie gekocht. Ik ben in Nederland, man. Dat is echt het lelijkste wat ik al heb gezien. Broer, Nederland en België. Fuck man. Moet je We hebben dit expres voor jullie. Anders gaan we het niet halen. Speciaal voor jullie gekocht nog. Voor dit EK. Dat doet pijn aan mijn ogen. Jullie hebben een prijzenkast, wij hebben een lege kast. Komt wel. Nieuwe generatie. Hey, stel je voor, België en Nederland samen. Frenkie de Jong. Nee. Ik verlies liever zonder landen te mengen. Gewoon terug naar de Bataafse Republiek. Bataafse Republiek. Ja, amen. Met deze gaan we afsluiten. Dank je voor het komen. It's a boy AG, aka Zaken. Ja, weet zelf, ik vond het een beetje erg, maar ja, België heeft goed gespeeld, ik ga eerlijk zijn. En Italië heeft ook goed gespeeld, dus wat kunnen we doen? Snap jij wat ik bedoel? Maar we hebben verloren. We hebben verloren. België heeft goede spelers. Romeo Lukaku, ik weet, je wordt gehaat, maar er komen nog goede dingen aan. Snap jij wat ik bedoel? En trouwens, volg AG Bars op Instagram, er komen goede dingen aan. Brrrr. Hallo, wat vond u van het EK? Ie, snel weggedoken. Ila, ze heeft een mektas. Wat vonden jullie van het EK? We hebben ons best gedaan. Hè. Nee, maar kijk, we zeggen altijd, dat is iets waar we moeten stoppen van. We hebben ons best gedaan, dat was mooi, dat was leuk. Nee, we mogen gewoon eerlijk zijn, we hebben verloren, dat was niet goed genoeg. Ja, maar kom. Allee, ja. Nee, ik ga voor de positiviteit. Wat is dat nu? De Willy is ook aan het drinken. Willy Wartaal. Hij heeft mij Willy Wartaal genoemd. C'est mort. Willy Wartaal. Deze neger komt zo hard. Wat vond u van dit EK? Ja, jammer hè. Het was wel wat moois in gezeten, maar jammer. Bent u Hollander? Ja. Ja. Waarom hebben alle Hollanders hier Belgische kleuren aan? Hebben jullie geen trots, man? Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Weer terug naar huis. Welk geluid maakt een rode duivel? Wat vonden jullie van de wedstrijd?
La Cuca moet scoren. Nee, Italië was gewoon sterk. Italië was gewoon goed Italië en België was weg. Zeg de woorden. Nee, België speelde niet slecht, maar Italië was gewoon beter. België speelt niet slecht. België speelde fucking slecht. Kijk, Doku, SO naar hem. Hij is echt fucking... SO naar fucking Doku, nigga. SO naar hem gewoon. En Lukaku, ja kijk, bijna een goal. Het was niet heel top. En De Bruyne, ja, wat deed hij eigenlijk allemaal? Fucking De Bruyne was niet roos genoeg. Jongen, hij wilde niet winnen. Hij wilde niet winnen. Dit toernooi is corrupt. Corrupt. Corrupt? Alle slechte landen gaan door. Wat vond je van Eden Hazard? Eden Hazard, is het dik. Supergoeie voetballer. Als hij fit is, is hij de beste van de wereld. Wat vond je van Kevin De Bruyne, dit toernooi? De Kev was... Ja, Pogba was beter. Nou, maar hij is maar deel. Ik vond het jammer dat we niet begonnen. Want eerste helft, hij backs. Iedereen heeft backs. Eerste helft, België was heel aanvallend. We waren echt scoren. Jammer dat Lukaku niet scoort. Maar de Italianen waren ook heel aanvallend. Dus dat was zeg maar, heel toch spannend. 50-50, maar ik wou toen dat de Belgen gingen winnen. Maar c'est la vie. Niet alles loopt als het moet. Oké, dat zijn heel mooie woorden. Nu zeg gewoon wat je voelt in je echte hart. Doe ze samen! Doe ze samen! Nee, niet vandaag. Niet vandaag. Niet vandaag. Kijk, broer, eerlijk, ik ga eerlijk zijn, die match was weg. Fuck België vandaag. Amen! Amen! Nee. Eerlijk. België was gewoon weg. Die nigga fucking Martinez, bitch fucking nigga. Ben je zo boos? Fuck Martinez, man! Hij heeft alle niggas achtergelaten, man! Ben je zo boos? Ja. Wat zeg jij, man? Ik zeg nog steeds, België heeft zijn best gedaan, nog steeds, man. Zo supporters hebben jullie nodig, want ik zal dat nooit zijn, bitch niggas! Fuck Martinez! Wat heeft België gedaan? Wat heeft Lukaku gedaan? Kijk, man. België, elke keer geven ze ons hoop. Fucking onze palmarès! Heb je die shit gezien? We zijn beter dan Frankrijk, oké? Frankrijk heeft 2 titels. België heeft beter dan Frankrijk. What the fuck? Wat vonden jullie van de wedstrijd? Ja, jammer natuurlijk, maar we liggen eruit. Ben je niet bang dat we als generatie gaan herinnerd worden als mensen die niks hebben gewonnen? Maar deze generatie is ten eerste nog niet gedaan. Ten tweede, ja, Doku is een keigoede speler, maar had deze match niet moeten beginnen. Want, Doku... Doku is geen counterspeler, dat kan niet. Op de kleine ruimte tegen Spanje wel, maar niet counter. Wilt jij een episode met Koeka Sport opnemen? Doku... Kom maar, Joni. Grote fan van Doku, echt grote fan. Maar sorry, niet in deze match. Niet zijn match. Doku heeft de kleine ruimte nodig en flitsen. En dat was niet op deze match. Wie had er moeten starten in zijn plaats? Ik zou eigenlijk 3 smertes zeggen. Ze was goed bezig. Maar dat is overdrijft. 3 smertes. Oh, van je broer. Doe normaal, man. Niet goed, hè. Jij hebt een vriendin die kijkt. Deze mensen hebben iets illegaal gepland, want niemand duikt zo voor een camera. Italië was beter. Italië was gewoon beter. Italië was beter. Eigenlijk was ding ook al beter. Portugal was ook al beter, maar... Geen probleem, jongen. WK pakken we ze terug. Hey, maar Red Lions op Olympische Spelen. Ik ben een hockeyer. Red Lions altijd goud. Dus voilà. Red Lions. Het draait niet alleen om voetbal. Het gaat niet alleen om voetbal. Belgian Cats, brons. Brons. Oh! Hij is famous. Niet, hè. Damn, dus je kijkt goed naar voetbal, jij? Sowieso. Jij kijkt van naar voetbal. Dus je hebt de match gekeken? Ja. En wat vond je ervan? België, zoals de voorbije 4 matchen, een beetje zwak, hè. Ik hoopte eigenlijk dat Italië doorging, dus. Oh, je bent Italiaan? Ik ben Hollander. Jij bent Hollander? Oh my god! We hebben een imposter! Ik vond het heel jammer dat we verloren zijn. Logisch natuurlijk, ik ken niet veel van voetbal. Maar ik ben wel verdrietig dat we eruit liggen, want ik hou van de sfeer. Als het WK en EK is, dan volg ik het wel. En ik ken de Rode Duivels. En wie is je favoriet? Lukaku en Kevin De Bruyne, kan ik kiezen. Maar wat vond je van Doku? Hij was wel goed. Doku was geweldig. Die heeft echt, ik heb gezien dat hij 3 man heeft kunnen... Voilà. Dankjewel. We zaten juist in een Italiaans restaurant, echt waar. We waren nog een paar Italiaans aan het feesten, echt waar. Ja, het was leuk, maar
het is gedaan nu. Was het leuk? We hebben niet gewonnen. We waren naar daar gegaan voor te winnen, maar we hebben niet gewonnen. Ja, maar ja. Heb je iets te zeggen tegen Martinez? We hadden Hazard nodig, denk ik. Heb je iets te zeggen tegen Hazard? Nee, man. Oh, je bent sad, hè? Ik ben echt down bed nu, man. Nee, man. Het is niet erg, man. Komt goed, man. Aan alle Belgen, ik voel met jullie. Ik ben oprecht verdrietig. Ik ben boos op de trainer vanwege de wissels die ze maakten. Ik ben niet alleen in de keuze. Niet alleen. We zijn allemaal teleurgesteld. Tous ensemble. Tous ensemble. Maar we komen er wel sterker uit. Tous ensemble! Tous ensemble! We komen terug.